Dan maar terug naar Hamburg. Goed met dit jongen. Yes!
Leuk joh. Kom ik weer helemaal in beeld. Heb je er twee? Nog één vraag. Goed haar. Ja, die komt dan aan. Die is voor jou. Thank you.
Ik sta hier bij de avondvierdaagse in Wezep. Ze hebben nu 4 dagen gelopen en het zit erop. Ze hebben net het défilé gehad, zoals dat heel mooi heet. En ja, ik sta hier naast Gerry en die gaat ons vertellen waarom ze het organiseren en hoe vaak al en hoe lang. Gerry, waarom organiseren jullie dit? Oei, we willen in ieder geval de mensen in beweging krijgen. Dat lukt op zo'n avond. De gezelligheid voor het hele dorp straalt het uit. Iedereen is op de been. Dus ja, dat is eigenlijk een van de hoofdpunten. Waar we het voor doen. En hoe lang doen jullie dit al? Het is de 34ste keer dat OVO het organiseert. En ik denk dat ik 1 jaar of 10 meedraai ondertussen. Ah, dat is al best wel lang. Hoeveel scholen hebben zich dit jaar opgegeven en meegedaan en meegelopen? En... Ik ga ruim voor de 10 scholen. Zo uit mijn hoofd weet ik het aantal niet. Maar alle scholen in Wezep doen mee. Hattemerbroek, Het Loo, Kamperveen. En dan vergeet ik er geen één. Nou, dat zijn er een heleboel. Wat zijn de tochten? 4, 5, hoeveel kilometers? Je kan 5 kilometer lopen, 10 kilometer, 15 kilometer en er is een route voor de minder valide. En welke route is het meest gelopen? De 5 kilometer zijn de meeste deelnemers, dan de 10. En de minder valide en de 15 hangt ongeveer om het even. En als individueel kun je dan ook opgeven? En zo ja, waar? Ja, als individueel kan je digitaal opgeven vooraf via de website van de OVO, avondvierdaagsewezen.nl. Je kan, er is gelegenheid om aan huis in te schrijven. En je kan natuurlijk altijd bij de kraam terecht. Ja, heel erg bedankt. Kunt u al vertellen wanneer het volgend jaar weer is? Dat kan ik. 1 tot en met 4 juni 2015. Gaan wij ook meelopen. Mooi zo. Ik hou Julian. Bedankt.